Nu gaat het gebeuren. Jazeker, nu gaat het gebeuren. De 555ste. Ik had eigenlijk een beetje gehoopt op wat beter weer, maar het is niet anders. Ja. Wij hardlopers zijn toch gewend om met regen en zon en noem maar op met de weergoden te lopen. 555 keer de halve marathon. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik ben zelf natuurlijk vanuit de korfbalwereld was ik al loper en op hoog niveau gespeeld. En toen ben ik in 85 ben ik echt gaan beginnen met hardlopen. En dat levert zoveel plezier op. Ik geniet van de natuur, want dat is ook natuurlijk, als ik buiten loop, is dat gewoon prettig om te doen. We gaan er vandaag gewoon een lekkere feestje van maken. Ik heb wel een afspraak. De eerste, de beste die mij voorbij gaat, die gaat Wante in. De meesten weten niet wat Wante is, dat is een heel gevaarlijk Wante. Wante is slecht tij, dus als je kan zwemmen, dan helpt het ook nog ineens. Maar probeer gewoon een beetje normaal onderweg te lopen. We hebben te maken met mensen die ook nu misschien gaan wandelen, dat weet ik niet. Want zo is het weer niet, voor ons is het weer hartstikke leuk. U bent de echtgenote van Ruud. Hoe vindt u het nou dat hij zo vaak die afstand loopt? Ja, het is een verslaving, zeggen ze. Dus, en hij is er buiten. Het is gezonde verslaving, zullen we maar zeggen. Ja, en mist u nog niet heel erg veel? Hij kan toch niet stilzitten, dus laat hem maar lekker gaan. Loopt u zelf ook mee? Nee, ik fiets mee. U fietst mee? Altijd met hem? Of? Nou, niet altijd. Als het zo uitkomt wel. Maar het mag ook niet overal natuurlijk. Nee. Wat is dat toch waarom die zo vaak hard wil lopen? Ik heb geen idee, meneer. Ik zou het niet weten. U heeft het niet in ieder geval? Ik heb het niet, nee. En nu de 555ste keer, hè? Ja. Ja. En dan zeggen ze, gaat hij door naar de 600. Maar voor mij hoeft dat niet, hoor. Nee. Moet hij gewoon lekker thuis komen zitten? Of? Nee, thuis zitten hoeft hij niet, want hij heeft toch nog wel zijn klusjes. Maar ja, hij wordt ook een dagje ouder natuurlijk, hè. Dus gezond blijven is eigenlijk beter op dit moment. Ging u gelijk al de halve marathon lopen? Ik ben inderdaad in augustus, want ik weet dat natuurlijk als de dag van gisteren in augustus 85 ben ik begonnen met lopen. En ik neem aan dat ik in september heb ik al mijn eerste halve, want er was er een wedstrijd van het korfballen afgelast. Ik denk, nou weet je wat, ik ga gewoon een halve lopen. En dat lukte, dat was gewoon prettig om te doen. En na de rand ben ik natuurlijk achtergekomen dat je wel op een andere manier voor moet trainen, want dat was gewoon een ingreep van hoppatee, ik ga lopen. Maar je moet er echt wel wat voor trainen. Ontkom er niet aan. En het is de halve marathon. Hele marathons heeft u ook wel gelopen? Ik heb gelijk vanuit die 85 ben ik in 86 begonnen met de marathon in Apeldoorn. Ik nam maar gelijk de lichtste wat dat betreft. Want die is natuurlijk behoorlijk heuvelachtig ten opzichte van hier in de polder. En toen was het eigenlijk wel gebeurd van dit is zo prettig om dat te doen. De dag daarna is het misschien ietsje minder. De tweede dag weet je gewoon van ik ga hiermee door. Want het is gewoon iets aparts. Het
42 kilometer lopen. U heeft er nu 554 op zitten. Vandaag dus de 555ste. Hoe vaak loop je die dan als je aan zo'n aantal moet komen? Na een 35 jaar geleden bent u ermee begonnen. Dat is een mooie rekening. Eigenlijk heb ik daar nooit bij stilgestaan qua rekensom of zo. Er zijn mensen bij die hebben dat voor mij uitgerekend. Dat ik al zoveel keer Rome heen en weer heb gelopen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar wanneer heeft u de laatste gelopen? Wanneer was dat? Hoe lang geleden? Dat was vorige week woensdagmiddag. Of woensdagochtend heb ik de laatste gelopen. Dat was 554. Dat was eigenlijk de testloop voor vandaag. Ja. Dus je loopt bijna elke maand of elke week loop je er wel eentje? Ja, dan wel. Ja, ja, ja. En hier in Dordrecht, loopt u altijd dezelfde route? Dat ongeveer, ik kan behoorlijk afwisselen hoor. Ik heb parcoursjes van 10 kilometer, ik heb parcoursjes van 15 kilometer, 17 van 21. En daarin zitten ook verschillende gewoon dingen die ik gewoon aan kan pakken. Van nou, ik loop deze dag eens een keer tegenovergestelde kant of zo. Ja. Ik heb daar geen problemen mee. Een hoop mensen hebben problemen met hetzelfde parcours lopen. Maar ik weet dat ik gewoon die afstand ga lopen. Ja, oké, dan kom ik op dezelfde dijk terecht. Nou, vandaag, u gaat niet alleen lopen? Nee, nog niet helemaal. Er zijn mensen uit Groningen, Meppel, Hoorn, Heerde, Hogerheide, Voorschoten, noem maar op. Ze komen overal vandaan en dat is leuk. Die mensen die ken ik ook, hè. Daar heb ik mee gelopen. En er zijn ook een paar verschrikkelijke snelle bij. Maar die zijn dusdanig sociaal dat ze vandaag met mij mee gaan lopen. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dat is een aparte wereld, ja? Een aparte wereld, helemaal. Ja, ik ben gisteren ook heel aangenaam verrast door dat ik van een Keniaan, dus Nederlands kampioen op de marathon. En die heeft mij een filmpje gestuurd van heel veel succes. En ja, het is apart dat gebeurt natuurlijk. Iemand die gewoon in de top van de wereld staat en dan jou gewoon feliciteert met die 555ste. Gaat hij goed, Ruud? Ja, prima. Ik heb een lekker muntje mee nou. Muntje mee nu? Ja. En de rest van de groep kunnen hier een beetje bijhouden? Ja, natuurlijk. Het zijn allemaal snelle mensen. Ja, af en toe het zonnetje. Lekker, Ruud. Prima zo. Hoe ver zitten we nu? Zo'n 6, 5. 5 kilometer? Een kwart. Nou, succes. We gaan er niet meer bij. Ik loop hard groep, dus dat zijn 25.000 man. En ik heb nog niemand gehoord die dat aantal heeft gelopen. Misschien zijn er bijen, dat weet ik niet, maar tot nu toe heb ik dat niet meegemaakt. En voor mij is het eigenlijk een beetje een normale zaak. Het klinkt een beetje raar. Ook aan de kant van mijn familie. We hebben twee zoons. En die oude die loopt gewoon vandaag weer die 555ste.
En dat is gewoon een normaal gegeven. Dat is niks bijzonders. En ja, het is nu natuurlijk wel wat bijzonders. Het is gewoon een mijlpaal. Nou, zijn we er al? Nee. Dus een waterpost even toileteren en water drinken en dan gaan we weer. En hoe ver zitten we nu? 9 kilometer. 9 kilometer, dus bijna op de helft. Ja. Nee. Gaat het goed? Nee, het gaat, ja, lekker. Ik bedoel, we hebben prima weer natuurlijk nou nog steeds. Het is droog, ja, die wind, oké, maar daar kunnen we wel tegen. Geen uitvals? Ik moet voor Maaike de tempo even wat rustiger gaan doen. Het was een begin natuurlijk. Tegen die wind in ga je altijd korter lopen, dan ga je altijd het tempo wat omhoog gooien. Nou, op die dijk dan ga je het tempo mee, omdat je wind meekrijgt. Nu draaien we straks over de ring heen en dan komen we straks over de wanddijk. Ja, dan wordt het wel even wat zwaarder natuurlijk. Dan is het volle wind tegen? Ja, dan krijgen we denk ik. Ja, maar ja, daar ben ik gewend hier zo, dus dat is niet zo'n probleem. Mee. En je zit toch met een grote groep, dus bij wijze van spreken, want er zitten geen mindere goden bij. Die kunnen altijd in de luwte lopen. Alhoewel je met lopen altijd wel moet blijven lopen. Het is niet met de fiets dat je lekker even kan hangen of zo. Want het is er niet bij. Je moet doorgaan. Je moet blijven lopen met hardlopen. Ga je even denken van nou in een groepje, dan ga ik even minder in hangen. Nou, kan je het vergeten, want je zakt zo terug hoor, erbij weg. Maar hoe voelt het nu als vanouds? Ja, dit is heerlijk. Ik loop prima. Ik heb gewoon goede benen, goed lijf. Maar ja, goed, ik heb er weinig last van. En dan heb ik altijd natuurlijk dat tempo waar ik in terug kan vallen, waar ik het gewoon heel lang kan volhouden. Het zit er eenmaal in het lichaam. Dus ja, we gaan de tweede helft beginnen. Gaat even naar het toilet toe. Succes! Ja? Erop, hè? Het zit erop. Dat was er dan 3x5 om het zo maar te zeggen. In eerste instantie was het de bedoeling om 550 te lopen. Maar dat vond ik best wel een raar getal. Ik denk nou, dan pak ik er toch gewoon 5 bij. En het is vandaag gelukt. Het ging ook makkelijk. In principe gewoon zoals ik eigenlijk altijd wel een halve marathon kan lopen. Toen ik vroeger nog snel was. Toen had ik natuurlijk een wat snellere tijd ermee, maar ja, naarmate je ouder wordt die snelheid wat minder. Maar dat doorgaan op zoveel minuten op de kilometer, dat blijft natuurlijk toch wel een bepaald standpunt van mij of in mijn lichaam, wat dat gewoon aan kan. Nou, dan kan zo'n halve marathon gewoon toch weer makkelijker lopen. Ik ben ook helemaal niet moe.